Beste mensen, in deze vierde aflevering van Een Droom van de Tuin gaan we het hebben over de landelijke tuin. De landelijke tuin zou je eigenlijk het beste kunnen omschrijven als een tuin waarin de natuur veel meer zijn gang mag gaan. We gaan u laten kennismaken met groenten, fruit en kruiden in hele fraaie potten. We gaan aandacht besteden aan de composthoop en zullen u ook een zelfmaak compostbak laten zien. En we hebben een schitterende metamorfosetuin die uiteraard helemaal in landelijke sfeer is ingericht. De rust die zo'n landelijke tuin uitstraalt begint al op het terras. Dat is aangekleed met rieten stoelen en manden. Voor de veranda ligt de prachtige wilde voortuin. Hoe krijg je nou zo'n natuurlijke landelijke sfeer? Deze tuin ziet eruit alsof er al eeuwenlang niets aan gedaan is en zie eens hoe mooi dat is. Grasmaaien hebben ze hier een hekel aan, maar op een of andere manier schijnt dat mensen het toch te fascineren. Want vaak genoeg wordt er gevraagd of men hier in het gras mag picknicken. Doordat het gras niet wordt gemaaid, staan er de mooiste bloemen in die hier van nature thuis horen. Dat geldt ook voor de planten die onder de bomen staan. Ook aan de achterkant van het huis is een terras gemaakt, aansluitend aan de keuken. Onder de beslotenheid van de markies is het goed toeven, met uitzicht op potplanten in Italiaanse sfeer.
Om de landelijke sfeer ook dicht bij huis te kunnen beleven, is naast het terras, voor de voordeur, een hoekje gecreëerd met allemaal fruit en groenten in potten. Heel bijzonder is hier het lattenwerk of treillage in de blauw gespoten potten, waar langs de passiebloem zijn weg zoekt. Een tafereeltje dat op korte afstand wordt gadegeslagen door Karel. Verscholen achter een dichte laurierhaag ligt de eigenlijke moestuin, waar ook de composthoop is. Het is jammer dat wij eigenlijk het meeste van ons tuinafval in zakken langs de straat zetten. Want als je alle tuinafval bewaart, zoals blad en takken, en het bijvoorbeeld in een composthoop verwerkt, hou je na een jaar of drie, hou je normaal gesproken de meest goede tuingrond hou je over. Als je dat nou allemaal een beetje te lang duurt, dan kun je eventueel ook compostmaker gebruiken, die je over de composthoop in dunne laagjes elke keer uitstrooit, waardoor dat hele composteringsproces veel sneller gaat. Niet elke tuin is geschikt voor een grote composthoop, maar er zijn kant-en-klare compostbakken te koop. En eventueel kun je zelf ook een compostbak maken, zoals deze bijvoorbeeld. Het is een vrij forse voor deze grote tuin, maar je kunt hem ook een stuk kleiner maken, naar gelang de grootte van je eigen tuin. En in het cursuspakket wat bij deze serie hoort, is een werktekening van deze compostbak opgenomen. En als je er de tijd voor hebt, is zo'n kastje natuurlijk de droom van iedere tuinbezitter. Orangerieplanten als oleander en agapanthus kunnen hier overwinteren. Het is een plek waar niet alleen de druif gedijt, maar waar ook stekjes kunnen groeien. En zo'n kastje is zelfs te gebruiken als opbergplaats voor alles wat bij tuinieren nodig is. De landelijke tuin is per definitie een tuin waar veel uit kan worden geplukt en gegeten. Snoeien hoort er dan ook bij, maar hoort bij de moeilijkste klussen van de tuin. Zeker bij vruchtbomen merk je als er verkeerd is gesnoeid, want dan zal de vruchtdracht afnemen of zelfs helemaal verdwijnen. Je kunt de grote beurt overlaten aan de erkende hovenier, maar we zullen u een methode laten zien waarmee je goed gevormde bomen krijgt die ook nog vruchten dragen. Snoeien is eigenlijk een echt winteraangelegenheid, maar ik vind het toch wel leuk om u er een heel klein beetje over te vertellen. Het allerbelangrijkste voordat je gaat snoeien is dat je precies weet wat je gaat doen. Bij een boom of een struik moet je eigenlijk vooraf goed de vorm bepalen, zodat je ook weet welke takken of stammen er weg moeten en welke kunnen blijven zitten. Bij deze fruitboom is eigenlijk het grote dilemma dat hij twee toppen heeft. Daarom zou ik, in dit geval deze zou ik wegzagen en die laten zitten, zodat je uiteindelijk een mooie doorgaande rechte stam krijgt, zodat de boom zich heel regelmatig kan gaan vertakken. Belangrijk bij het snoeien is dat je heel deugdelijk snoeimateriaal gebruikt. Een hele scherpe zaag of een scherpe schaar om te voorkomen dat je bij het zaag of bij het knippen de stam of de tak verwondt. Je kunt voor de zekerheid de bond nog eventjes afsmeren met bondafdekmiddel. Er zijn allerlei prachtige middelen voor te koop. Pasje erbij, tip het even aan en je hebt geen last van infecties. Wat we in deze tijd van het jaar wel kunnen doen, is het zogenaamde snoeien van waterloten. Waterloten zijn al deze jonge scheuten die aan alle kanten uitschieten en die eigenlijk de boom zijn groei geven. Maar omdat die vruchten zich ook moeten ontwikkelen,
doe je er verstandig aan om die loten allemaal weg te knippen. Knip ze dan vrij kort terug, zodat de boom zich in zijn groei helemaal op de vorming van de vruchten kan concentreren. En je uiteindelijk in het najaar ook een goede oogst krijgt. Om uw eigen compost te maken zijn diverse kant-en-klaar compostbakken te koop, waaronder dit makkelijk te verplaatsen exemplaar dat ook voor een kleine tuin geschikt is. Met compostmaker kunt u het verteringsproces aanzienlijk versnellen, waardoor de compostlaag al kan worden gebruikt na zo'n 1,5 jaar. Een handige tuinhulp om blad en afval te verzamelen. Als uw manden een aantal malen met autolak of boterlak bespuit, kunt u ze rustig 's winters buiten laten staan. Als u nog nooit het genoegen hebt gesmaakt om zelfgezaaide groenteplantjes te zien opkomen, mist u echt iets van het geluksgevoel dat tuinieren teweeg kan brengen. Probeer het maar eens een keer. Groentemest en insectenbestrijder die niet giftig is voor eetbare zaken. Heel mooi uitgevoerd is dit traditionele tuingereedschap met essenhouten stelen. In een landelijke tuin horen drachtplanten, planten die vlinders en insecten aantrekken. Een paar ideetjes. In de hele mooie tuin die we net zagen, waanden we ons eventjes in Frankrijk. Het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld hoe je in een tuin met natuurlijke planten een hele wilderige sfeer kunt bereiken. Op het eerste gezicht lijkt het niet zo moeilijk, zo'n groot huis en zo'n grote tuin, om daar die sfeer te bereiken. Maar we zullen u in het programma van vandaag laten zien hoe je in een tuin die wel 25 keer zo klein is, ongeveer hetzelfde effect kunt bereiken. Sluit goed aan bij het huis en is eigenlijk heel simpel. De schermen van lattenwerk of treillage verdelen de tuin in kamers waarvan de vloerbedekking bestaat uit grind. In een van de kamers ligt de meest zonnige plek van de tuin, dus daar is het terras gekomen met nieuw maar nostalgisch aandoend tuinmeubilair. Planten in potten doen hier de rest. Schilderachtige schuur hebben we benadrukt door er pottenformaties voor te rangschikken, waarvan één helemaal met verschillende groentesoorten is gevuld. Dit is de tuin zoals die is geworden gezien vanaf de schuur. De verdeling van de ramen van het huis hebben we terug laten komen in de treillages, wat eenheid brengt tussen huis en tuin. De kastanjeboom stond vroeger een beetje verloren in de tuin, maar is nu een hele belangrijke rol gaan vervullen. Want onder zo'n kastanje lijkt een prieel nog meer een besloten plekje.
Om te voorkomen dat het grind alle kanten op wordt gelopen, liggen er sieranden van baksteen langs. Links en rechts daarvan wordt het pad geaccentueerd door haagjes van lavendel. In de border zijn roze en witte planten gecombineerd. Heel apart in de border is de eenjarige witte Lavatera. Een stoeltje geeft hoogte aan het aardbeientuintje. Naast de tuindeuren is een hoekje gemaakt waar Bert zich een weekend lang heeft uitgeleefd om met mos iets bijzonders te maken. Het vereist geduld en oefening, maar ook u kunt zo'n stilleven maken. Het gezellige hoekje bij de bijkeuken is een leuke plek geworden voor een verzameling zinken emmers en gieters, waartussen bloeiende planten zoals lelies en fuchsia's voor kleur zorgen. In de volgende aflevering van Een Droom van de Tuin hebben we fantastische voorbeelden van hele romantische balkons en hele mooie dakterrassen. We hebben 5 verschillende kleine balkons in totaal andere sferen ingericht. En we hebben een leuk feest georganiseerd op een groot dakterras. U moet er zeker kijken volgende keer. Graag tot dan.